In deze video willen we jullie vertellen over de richtlijn voeding na orgaantransplantatie. Deze richtlijn gaat vooral over voedselveiligheid. Voedselveiligheid is eigenlijk altijd belangrijk en veel dingen zullen niet heel anders zijn dan voor de orgaantransplantatie. Aan deze richtlijn wordt eigenlijk altijd gewerkt. We vinden kwaliteit van leven heel erg belangrijk, maar tegelijkertijd willen we een zo veilig mogelijke situatie creëren. Na een orgaantransplantatie heeft u namelijk een grotere kans op een voedselinfectie. Dit komt doordat u afweerremmende medicijnen moet gebruiken om te voorkomen dat u het donororgaan afstoot. Een voedselinfectie ontstaat door het eten van voedsel met ziekmakende hoeveelheid bacteriën, parasieten of virussen. Het uit zich meestal met heftige buikkrampen en diarree, soms in combinatie met overgeven. De meeste voedselinfecties zijn te voorkomen door veilig om te gaan met je eten. Na de transplantatie ontvangt u van uw diëtist een brochure met alle informatie. Er zijn 3 ziekteverwekkers die we uit willen lichten in deze video. De eerste is hepatitis E. Hepatitis E kan voorkomen in onvoldoende verhit wild zwijn, hert en varkensvlees zoals paté en leverworst, maar ook in gedroogde worst waar varkensvlees in is verwerkt zoals salami, servelaat en snijworst. Deze producten kunnen wel veilig gegeten worden als ze tot in de kern tot 75 graden zijn verhit voor minimaal 5 minuten. Denk bijvoorbeeld aan salami op een pizza die door en door verhit is. De tweede is listeria. Listeria is te vinden in langdurig gekoeld bewaarde producten die zonder verhitting worden gegeten. Denk aan rauwmelkse kazen, voorverpakte gerookte vis en voorverpakte vleeswaren en rauwe dierlijke producten. De laatste is Toxoplasma gondii. Dit is een parasiet die toxoplasmose kan veroorzaken. Om besmetting met deze parasiet tegen te gaan, raden we aan geen rauw vlees of rauwe vleeswaren zoals filet américain te eten of rauw bewerkte vleeswaren zoals ossenworst, salami en rosbief. Zachte kazen gemaakt van rauwe melk kunt u veilig eten als u ze goed verhit, bijvoorbeeld in de oven. In de richtlijn voeding na orgaantransplantatie gaat het niet alleen om wat u eet, maar ook hoe u eten inkoopt, bewaart en klaarmaakt. Bij het inkopen van voeding is het bijvoorbeeld belangrijk om op de houdbaarheidsdatum van het product te letten en kleine porties in te kopen van producten die je weinig gebruikt. Bij het bereiden van voeding is het belangrijk dat je werkt met schone handen en schone materialen. Gebruik voor rauwe producten apart keukengerei, dus apart bestek en een aparte snijplank. Bij het bewaren van voeding geldt over het algemeen hoe korter voeding bewaard wordt, hoe veiliger. Koel maaltijden die niet direct worden gegeten zo snel mogelijk na de bereiding af en bewaar deze afgedekt in de koelkast. Eet de maaltijd binnen 2 dagen op nadat je deze door en door hebt verhit. Als laatste willen we benoemen dat sommige voedingsmiddelen invloed hebben op de hoeveelheid afweerremmende medicatie in uw bloed. Het gaat om grapefruit en kruisingen hiervan, zoals miniola en om producten met Sint-Janskruid. Gebruik deze dus niet. Bij specifieke vragen over de richtlijn kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of diëtist.